Morgen vis weer. Dat kan niet missen. Wat een prachtig uitzicht. Met die wolken. Flevoland op zijn mooist. En hier moet het gaan gebeuren. Nou, het is eindelijk eens een keer lekker weer na al die regen. Vorige week viste ik op de Gooise Poel en ving ik eigenlijk alleen maar op mais. De kikkererwten lieten me toen een beetje in de steek. En ik ving ook alleen maar ruisvoren. Nou, vandaag ga ik weer vissen met kikkererwten en met mais, maar op de lage vaart. Kijken of ze hier een voorkeur hebben. Op beide hengels gebruik ik hetzelfde systeem. Met een voerkorfje. Een titanium leader. En het aas. Op de her. Links mais op een haakje 10 en rechts kikkererwten op een haakje 8. Het is versierd met een draadje wol. Daar zijn ze weer, mijn aardsvijanden, de quagga mossels. Ik ben 2 uur aan het vissen en ik heb nog geen beet gezien. Niet op de mais en niet op de kikkererwten. Dus ja, nu weet ik nog niks. Maar ja, dat is nou eenmaal zo op kanalen. De ene dag vang je 40 kilo op een middag. En een paar dagen later vang je helemaal niks, zoals nu. Gewoon omdat die vis 5 kilometer verderop zit. Ik geef het nog een uurtje. Daar gaat hij. Nou, ik zie je morgen weer. Op dezelfde stek, aan de lage vaart. En de eerste vis komt na een uurtje. Op mais. Een mooie winde van 52 centimeter. Leuk om te vangen. Nummer 2 is een goed gebouwde brasem van 55 centimeter en ook gevangen op mais. Nou, die brasem was het helemaal over. Ik heb alleen nog een paar witvisbeten gezien. Ik ben helemaal klaar met deze stek. En trouwens ook met die kikkererwten, want daar heb ik helemaal geen beet op gehad. Ik ga op zoek naar een andere stek. En ik ga ook weer lekker door met mais, zoals ik altijd gedaan heb. Wordt vervolgd. Ik ben toch weer op de lage vaart terechtgekomen. En dat kon ook bijna niet anders. Want in de polder staat het riet overal 2,5 meter hoog en 5 meter breed. En bovendien ligt het meeste water helemaal vol met waterplanten. Op dit stuk van de lage vaart mag je niet vissen, want daar trainen straks 130 wedstrijdvissers voor het EK. Dat morgen van start gaat. Hier dan maar aan de andere kant van het viaduct. Het lijkt me een aardige stek. Binnen 10 minuten een mooie brasem. In de regen, dus ik ga hem snel terugzetten. 55 centimeter is hij. Nummer 2 heeft een uur op zich laten wachten. Ja. Maar hij mag er wezen. 58 centimeter. Mooie vis. Prachtig gebouwd, mooie kleur. En goed hoog gewicht. Zeker een kilootje of 3. Moet er weer eens hard voor werken vandaag. Maar daar is er toch weer een. Het kost veel moeite. Maar ze zijn ook de moeite waard. 60 centimeter. Mooie vis. Het is heel moeizaam vandaag. De
Bovendien wordt het steeds warmer. Ik zit aardig weg te schroeien. Ik denk niet dat het nog wat wordt. Stop er maar mee.